Ajax Anderlecht. Donderdag, 17 september. Kom allemaal naar Ajax Anderlecht. Donderdag, 17 december. Om 7 uur. Heb jij geen clubkaarten? Bestel dan je kaart via ajax.nl. En word daarmee gratis lid van de supportersvereniging Ajax. Kijk voor meer informatie op ajax.nl. Fantastisch. En bij de wedstrijd van de Ajax A1 zien we ditmaal Bob de Klerk zonder Frank de Boer. Die was bij het Nederlands elftal en hij werd bijgestaan door Jan Olderiekerink. Het was een heuse topper van de nummer 3 Ajax tegen AZ. De nummer 2. En hier Brian Ottenhoff met de eerste doelpoging. En Ajax stoorde al vroeg. Hier Rodney Snijder. Snijder. Op Zé Eduardo en een lopje en een doelpunt. 1-0 door Zé Eduardo. Na een paasje van Snijder. Een mooi samba doelpunt van de Braziliaan. 1-0 na 16 minuten. Aanval over rechts. Met Florian Jozefsoon, de man met de nummer 7. Jozefsoon voorzet op Jeffrey Dekker. En die scoort 2-0. Jeffrey Dekker is lang geblesseerd geweest. Een heel mooi moment voor hem. 2-0 voor Ajax na 21 minuten. Weer over rechts. Ruben Lijon op Jozefsoon. Voorzet en mooi afgewerkt door Tom Boeren. Strakke voorzet van Jozefsoon. Opnieuw hij. En Tom Boeren maakt af als een volleerd spits. 3-0 na 25 minuten. We zijn nog steeds in de eerste helft. Rodney Snijder opent op Jozefsoon. Natuurlijk hij. Florian Jozefsoon. Twee man voorbij. Combinatie met Eduardo. Eriksen, mooie beweging. Eriksen en die scoort een 4-0. Christian Eriksen. Mooie beweging en een bekeken schuiver. 4-0 in de 43e minuut. En we zijn nog steeds in de eerste helft. Opnieuw Jozefsoon. Eén man voorbij. Twee man, drie man. Geen voorzet, maar schiet zelf. En die bal gaat maar net naast. Florian Jozefsoon speelde een uitstekende wedstrijd. 4-0 was ook de stand bij rust. En Ajax ging door met aanvallen. Paasje van Snijder wordt ditmaal onderschept. En een uitbraak van AZ. Paas op Wulfraat, die staat niet buitenspel. Tim Wulfraat en die scoort de 4-1. In de 52e minuut. Daarna nam Ajax het heft weer in handen. Met natuurlijk Jozefsoon. Paasje op Eriksen. Schot Eriksen. En moeite daarbij Wesley Zonneveld, de doelman van AZ. Op dit vrij eenvoudige schot van Christian Eriksen. Maar Bob de Klerk en Jan Olderiekerink konden tevreden zijn. En dan Eriksen. Zeer snel met bal. Eriksen. Voorzet op Jozefsoon. Ditmaal de ontvanger. Maar die bal gaat maar net naast. Had wel een doelpuntje verdiend. Florian Jozefsoon. Maar de bal ging net naast. Dan zijn we inmiddels 10 minuten voor tijd. Ruben Lijon. Rick Schouw. Op Eriksen. Eriksen schiet. En wat een schitterende goal. Van Christian Eriksen. Zijn tweede treffer van de middag. Omdat hij zo mooi is, nog een keer. Een echte kanonskogel. In de slotfase is er een hoofdrol weggelegd voor twee invallers. Hier Yannick Wildschut. Twee man voorbij. Wildschut gaat door. Geeft de voorzet op. Alon Worms. En die scoort de 6-1. In de 90ste minuut. Dat was hem ook meteen de eindstand. Ajax A1 wint schitterend met 6-1 van AZ. En klimt naar de tweede plaats. De laatste weken zijn we aardig op dreef. En het leuke is dat je de laatste weken op een bepaalde manier traint. Wat we graag terug willen zien in de wedstrijd is veelal pressing vooruit. In balbezit geduld.
En dat vond je vandaag terug. Nou moet ik wel zeggen dat we de eerste helft de wind mee hadden. Was in ons voordeel, maar we werden wel aangegeven, goed, als we wind mee hebben, meteen helemaal vol pressie vastzetten en daar druk zetten waar het mogelijk is. En dat hebben we goed gedaan in de eerste helft. Wat voor team is daar A1 op dit moment? Ik denk dat er een redelijk talentvolle groep is met een paar uitschieters. Nou, dat kan iedereen wel zien, denk ik, als je eens komt kijken. Veel potentie om uiteindelijk voor een aantal spelers, denk ik, om door te dringen naar jonge Ajax en zelfs wel naar Ajax 1. Wat is je doel voor dit jaar? Mijn eerste was eigenlijk veel doelpunten maken. Die heb ik nu wel bereikt, dus nu hoop ik een beetje met eerste mee trainen en zo. Wat is jouw gemiddelde per wedstrijd ongeveer qua doelpunten? Ik heb nu 2 bekerwedstrijden gespeeld en ik heb 5 doelpunten gemaakt. En ik heb 7 competitiewedstrijden gespeeld en 7 doelpunten gemaakt. Het is wel echt veel.